Goedemorgen, zo bezweken hoofd. Het is vandaag zaterdag en het is eindelijk afgekoeld buiten. Ik ben er echt super blij om. Ik heb zo een meeting. Maar ik moet wel eerst ontbijten, want ik heb echt niks gegeten. Ik heb echt zo erg getrek. Vandaag doen we zo'n setje aan voor LA Sisters. Even alles opzetten. Ik laat jullie even zien. Dus dit setje. En hij zit echt zo fijn. En de stof schijnt echt totaal niet door. Dus ik denk dat ik hem ook in het wit wil. Want ze hadden hem ook eigenlijk in het wit. Maar toen ik het ging bestellen bij hem, was het niet meer op voorraad. Dus helaas heb ik die witte niet kunnen krijgen. Maar die zou ik ook graag willen. Vooral omdat deze nu zo fijn zit. Ik wil nog even klagen trouwens. Want deze oorbellen. Die heb ik inmiddels best wel een tijdje volgens mij. 1,5 jaar of zo nu. En ze beginnen te verkleuren. Dus daar baal ik echt heel erg van. Trouwens, dat is de camera van Nessie. Want mijn is kapot. Mijn is kapot gegaan in de vorige vlog. De schermpjes zeg maar, van de nieuwe Canon. Die zit best wel los. En bij mij zit hij nu echt helemaal los. Dus als ik aan het vloggen ben, dan moet ik echt het scherm gewoon vasthouden. Dus daar had ik eigenlijk niet meer zoveel zin in. Ik weet niet hoe het zit met garantie bij de Mediamarkt, maar volgens mij ben ik hem dan weer 8 weken kwijt. Nou, ik gebruik hem nou toch niet, dus eigenlijk kan het gewoon. Even kijken, ik ga nu even snel rijden en een ontbijtje halen en dan zie ik je straks. Oké, ik heb inmiddels mijn ontbijt gehaald. Ik heb een cappuccino en water. En dat is het eigenlijk ook, want ik doe dus intermittent fasting. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek of goed zeg, maar het komt erop nu dat ik tussen 12 en 8 mag eten. En daarvoor of daarna eigenlijk gewoon niet meer. Het is nu nog 11 uur, dus ik mag nog niet eten. Om 12 uur mag ik eten. En ik eet nu ook echt veel gezonder. Ik ben eigenlijk al een week bezig. Het gaat super goed. Ik voel me niet meer opgeblazen. Dus ik hou het denk ik wel echt vol. En ik ga nu weer even snel rijden, jongens. Ik zie jullie straks. Jongens, ik ben echt zo gelukkig. Het regent zo hard. Ik ben nog nooit zo blij geweest van regen. Dit is echt helemaal kapot. Ik ben net klaar met een meeting. En ik heb gewoon weer parkeerplaats gevonden in Amsterdam, jongens. Ik zag gewoon geparkeerd. Ik heb file geparkeerd trouwens. Het gaat steeds beter bij mij. Ik ben nu bij Real Hair Online. En ik ga in samenwerking met Real Hair Online en Shiro's Hair een hele nieuwe kapsel creëren bij mij. Maar dat zien jullie nog wel. Het gaat echt heel mooi worden waarschijnlijk. Ik ga nu even kijken wat we precies gaan doen. En dan hou ik jullie op de hoogte. Het wordt echt heel leuk. Oké, ik kom net van Real Hair Online. Heel leuk gesprekje gehad. Ik heb een haarstukje opgehaald. Het is een haarstukje, een nieuw haarstukje waar ze mee gaan werken. Maar dat zien jullie binnenkort dus nog wel. Ze gaan het nu van mij op maat maken. Ik heb het al ingehaald. Het zag er echt zo mooi uit. Niet normaal, maar het moet iets breder en iets voller nog gemaakt worden. Ik zweet me echt dood, hè. Niet normaal. Oh, zelfs afpoederen helpt niet. Krijgen het volgende week binnen. Dus dan moet ik het even ophalen. En daarna laat ik het fixen door Shiro's Hair. Dus daar heb ik echt zin in. Het wordt helemaal anders, maar echt zo mooi. Los van dat, Real Hair Online heeft een paar meiden gehad die langs zijn gekomen om mijn extensions te kopen in deze kleur. Ik heb nu bijvoorbeeld geen extensions in, maar soms heb ik nog wel extensions in. Dan heb ik een heel klein haarstukje onderin om iets meer volume en iets meer lengte te krijgen. Maar omdat mijn haar is gegroeid, doe ik het wat minder in. Maar met feestjes en gelegenheden doe ik het nog wel eens in. Want het is gewoon echt super mooi. Dan krijg je net dat extra effect. Wat ik wil zeggen aan die meiden is dat Real Hair Online zelf niet de haarstukken inkleurt. Maar dat doet dus Shiro's Hair. Je krijgt van Real Hair Online, als je het wil blonderen, krijg je eigenlijk krullen in een heel gele blonde kleur. Maar die kun je dus inkleuren. Heel veel meiden hadden tegenwoordig gezegd van ja, dit is toch helemaal niet haar haarkleur. Dit heeft ze toch helemaal niet gekocht. Maar ik heb dus wel die
gekregen van Real Hair Online. En die heb ik dan zelf laten inkleuren bij Syros Hair. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus Real Hair Online kleurt geen haarstukken in. Dat doet Syros Hair van mij. En ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik ga nu even... het is inmiddels... Even kijken, hoe laat is het? Het is inmiddels 2 uur. Ik ga nu even lunch halen voor mezelf. En ik wil graag gezond lunchen. Ik was laatst benaderd door Pokemarket. En die verkopen dus pokeballs. En dat is gewoon echt letterlijk 2 straten hier verder. Dus ik ga gewoon lekker 2 pokeballs halen voor mij. En Nessie met een rijk lekker naar huis. Ik zie jullie straks weer. Guys, ik ben nu bij de Pokemarket. Je kunt ze hier volgen op Instagram. En ik heb 1 tuna bowl genomen en 1 gamba bowl. Dus ik ben echt heel benieuwd. Dat is de gamba. En het is tuna. Dat is de tuna dressing. Ziet er echt lekker uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo'n lekkere hoek dit, maar het is de enige hoek waarmee ik kan filmen als ik rij. Ik ben net dus bij de Pokemarket geweest. En die mensen daar zijn echt zo vriendelijk. En het ziet er echt super goed uit. Ik ben nu echt wel benieuwd hoe het smaakt. Ik heb er ook 1 meegenomen voor Nessie. Maar ik moet dus helemaal van Amsterdam naar Rotterdam rijden nu. Dus ik hoop dat het nog een beetje lekker smaakt. Maar ik heb er echt zin in. Ik ben net thuis en wij gaan lekker pokeballs eten. Wow, nou, op de kop. Goed zo meer. Shit! Oh. Dit is zonder grap zo lekker. Ik heb het een beetje geproefd, maar het is echt heerlijk. Ik heb hier echt van genoten. Ik ga de rijst niet meer opeten, te veel koolhydraten. Oké, toen ik vanmiddag thuis kwam, hebben we samen pokeball gegeten. Hebben daarna gechilled. Nessie heeft even op de PlayStation gezeten. Toen heb ik me klaargemaakt en nu gaan we uit eten. Het is eigenlijk een soort van date night. Ik heb mijn make-up weer een beetje opgefrist. Ik heb mijn haren eigenlijk niet meer gedaan. Ik heb alleen die spray nog erin gespoten. En ik heb een topje aan van Chiquelle. En een rok ook van Chiquelle. Met mijn nieuwe hakken. Dit zijn mijn nieuwe hakken. Love them. Wij zijn inmiddels vertrokken en we hadden net een hele discussie in de auto over waar we gaan eten. En eindstand komen we altijd bij Meram terecht. Gaan we nou wel of niet naar Meram? Of naar Helai? We hebben een discussie over naar Helai gaan of naar Meram. En ik heb echt zin in allebei. Ik kan zelf niet kiezen, dus ik heb gezegd van ik laat het aan jou over. Maar hij zegt je laat het alleen maar aan mij over, omdat jij niet weet waar je wil eten. Dus wij gaan eten dus. Kijk hem dan! Helemaal burberry alles! Oké, ik heb als voorgerecht linzensoep en Nessie ook. En we hebben brood erbij gekregen, maar het eten wij eigenlijk niet. Dit is echt mijn favoriete soep hier. Jongens, ik ben echt trots op mezelf. Spa blauw met citroenijskontjes. Dat is echt lang geleden. Kijk hem dan! Kijk hem dan! Ik wil even zeggen dat dit mijn camera is. Ja, dat is mijn oude vlogcamera. Mijn camera is kapot. Doei. En ik heb een kipsalade besteld. Lekker om weer. Lekker gezond vandaag. En Nessie, wat heb jij besteld? En dan de DJ. Mijn brood staat er nog steeds. Dat hebben we echt nog nooit gehad, jongens. We eten zoveel brood. Het is best wel koud buiten, dus ik heb om een dekentje gevraagd. En volgens mij durfde Nessie het niet om een dekentje te vragen. Maar na een uurtje twijfel heeft hij eigenlijk een deken gevraagd. Zij krijgen nu een dekentje. Voor jou geven ze een grijze, dat is oneerlijk. Een dekentje voor wie? Dat is veel minder gay. Ja, dat is iets minder gay, toch? Je hebt een mannelijke deken. Omdat we zo koud hebben, heb ik maar een theetje besteld. Letterlijk iedereen heeft hier een dekentje om. Is het leuk op je telefoon? Ik ben in de vlamgroep. Oh, ben je in de vlamgroep? Wat zegt iedereen? Ze zijn mij aan het vlammen, dus ik ga even terug reageren. Waarom? Waarom ben je vandaag slachtoffer? Fanny zegt. Ja.
dat ik op deze foto, ja, ik heb geschreven naar Flo de Wolf, hebben gezegd, naast jou ben ik een tandenstoker. Ja. En Fanny die zegt, zelfs naast een tandenstoker ben jij een tandenstoker. Oh, pik jij dat? Even reageren. Wow. Ik ben nu thuis. Het eten was heerlijk, ik heb ervan genoten, het was wel een beetje fris. En ik heb ook nog gezond gegeten. Pluspunt. Nessim is nu naar coco-massage. Dat had ze in de massage en ze hadden voor mij geen plek meer, helaas. Want ik wil eigenlijk een voetmassage. Ik ben echt een fan van voetmassages. Maar in ieder geval, ik kwam net thuis en toen had Dina dus weer alles ondergekost. Ik baal er heel erg van, maar ik kan er eigenlijk echt helemaal niks aan doen. Want wat Dina doet, is niet alleen haar eigen eten opeten, maar ook die van Lira. Waardoor ze eigenlijk veel te veel eet en daarna gaat kotsen. En ik kan het gewoon niet stoppen. En ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed wat ik eraan moet doen. Dus ik baal er een beetje van. Maar ik ga het nu gelijk even schoonmaken. En ik zie dat de batterij leeg is. En die ga ik weer vervangen. Inmiddels heb ik mijn make-up eraf gedaan. Mijn nepwimpers eraf gedaan. Mijn haren vast gedaan. Ik heb mijn huid gereinigd. Ik heb daarna vitamine E-olie erop gedaan van The Body Shop. That's it. Dat vind ik gewoon chill. Die heb ik dus nu op. Voor de rest, ja, ik ga nu lekker koffie maken voor mezelf. Ik ga Love Island kijken. En als het goed is, komt Nessim daarna thuis. Dan ga ik gewoon rustig naar mijn bed, hoor. Ik ben echt een beetje moe. Dat was het eigenlijk een beetje. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie dan morgen weer. Doei doeg!